Het Van der Valk Hotel in Lent is pas een half jaar open, maar nu al wordt het als beste gewaardeerd van alle hotels in Nederland op de boekingswebsite Hotels.nl. Het beste hotel van Nederland in 2016 wordt geroemd om de uitmuntende service en goede faciliteiten. Gasten zijn zeer te spreken over het personeel, de hygiëne, het ontbijt en de locatie. Hotels.nl baseert de lijst op basis van reviews die gasten achterlieten op de website, waar ruim 2000 hotels op te vinden zijn. Het Van der Valk Hotel in Lent kreeg een gemiddelde score van 9.0. Het Zanelenloom Hotel scoorde een 8,5 en is daarmee het beste wellnesshotel. Het einde van Voetbalclub SCH lijkt nabij. Wil Ootman, wedstrijdsecretaris van de club, houdt nog hoop, maar verschillende andere clubleden geven aan dat het doek zal vallen. Een anoniem lid gaf dinsdag aan dat zelfs bedreigingen zijn voorgekomen binnen SCH. Een werkgroep die de club wilde redden is onder druk gezet om de schorsing van spelers ongedaan te maken. Die schorsing is het gevolg van vechtpartijen na afloop van een wedstrijd van SCH tegen Germania uit Groesbeek. 14 januari moet de club een plan van aanpak inleveren bij de KNVB. En deze deadline lijkt niet gehaald te worden. Ja.